Mensen, welkom bij een nieuwe video van Need for Speed Heat. Dit is de eerste video die ik keihard van mijn YouTube kanaal ga voor mijn YouTube kanaal ga maken van dit spel. Hier naast mij staat Wout Wouters. Ja, jullie zullen hem nog wel kennen van een paar Minecraft video's. En hij zit in een BMW M4, oftewel een BMW M4, helemaal omgebouwd. Maar die gaan we natuurlijk previewen nadat ik mijn auto heb gekocht. En het is de Ferrari Testarossa. En ik heb er best wel wat voor gespaard, moet ik zeggen. Dus hier is hij, de Ferrari Testarossa. Ferrari Testarossa coupé van 1984. Boom. Gekocht. Ik ben blij. What the fuck is die toeter, ja? What the fuck? Maar ik heb nog extra wat geld gespaard voor hem te kunnen upgraden. Maar Wout. Dat ding is wel sick hoor. Die BMW M4. Maar ik ga mijn auto upgraden. Wout, by the way, je mocht praten. Wout? Oké, maar mensen, Wout heeft zo net tegen mij gezegd dat de BMW M4 de beste auto is. Dus, ja. Oké. Oké, Testarossa kun je niet echt visual tunen. Alleen wheels. Dat is echt irritant. Ja, ja. Ja, off camera ga ik een mooie rapper voor maken. Of weet je wat? Nee. Ik vind hem mooi zoals hij is. Performance. Ik vond hem wel nice in het goud, maar ja. Crackshaft. Oh ja, laten we dat maar niet zeggen op mijn YouTube kanaal. Ja, mensen, ik heb me versproken. Ja. Yeah. Ja, yeah, crankshaft. Maar ik heb niet. Perfect. Ik heb nog niet echt iets unlocked. Ja, ook nitro. Oké. Oké. Ik heb hem een klein beetje kunnen upgraden. Oké. Oké. We hebben nog 10 minuten dus. Oké. We hebben nog 10 minuten. Oh ja, nummerplaat kan ik natuurlijk ook veranderen, denk ik. Ja. De engine die in Wout zijn auto zit. Is een 6,5 liter V12 met 947 horsepower. Ja.
Eigenlijk het enige lelijke dat ik aan de Ferrari Testarossa vind is die spiegel is zo hoog, naar mijn mening. Ja. Maar het is of ze zouden de spiegel wat lager moeten doen, of aan beide kanten de spiegel, maar dan is hij niet zoals hij vroeger was. Ja. Dit ding heeft veel meer grip dan Hier is nog een collectible die ik kan collecten. Bol. Ja, die ik nog kan collecten. Ja, ik weet niet hoe je op PlayStation op pauze kunt zetten. Maar ik zal komen. De flying van. Ik hoop dat ik hem te goed op camera heb, dat hij in de lucht vloog. Ik doe hem. Serieus, ik kan niet door een hekje rijden, maar wel een klein busje laten vliegen. What the fuck? What the heck? Ja. Die borgen. Yep. Ah, oké. Ah, oké. Ja. Ik denk dat ik hem wel een custom nummer plaats. Nee, dat gaat zelfs. Oh jawel, dat gaat wel. Ik wou juist zeggen, dat gaat niet. Oh, dat is het enige wat je eigenlijk te goed echt kunt veranderen. En dat is eigenlijk het enige wat ik überhaupt wil veranderen. Ferrari! Ja, een soort, oh, ja, een van de merken die niet in de Crew 2 zijn. Wat zei ik nu? Een van de merken die niet in Need for Speed Payback zijn. Ja. Yeah. Wat voor wings kun je eigenlijk op dit ding gooien? Oh shit, dat gaat niet eens. Sound system. Kun je erin doen. Ja. Ja, oké. Stance tuning? Nee. Ja, misschien een beetje lager. Oké. Underglow. Oh. Oh shit, de ding kan laag. Ga ik niet doen. Oké, dan ga ik dat wel doen. 15.000 en ik heb maar 4.000. Oké, dat is één ding dat ik voor ga sparen. Ja. Air suspension moet er dan nog op. Ja. Exhaust sound. De auto even aanzetten. Natuurlijk overrun. Rauw.
Ik denk dat ik er wel een klein rapje op ga zetten. Ja, een rap die je kunt eten. Nee, die grap begint al oud te worden. Dit is ook wel nice, in het wit. In het wit is hij ook wel nice. Ja. Yeah. Ja. Yeah. I don't know. Oké. Ja, vision. Wat? Dekterras? Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, dat gaat duur worden voor die upgrades. Maar ja, ik ga ervoor. Nee. Van mijn Ferrari. Ja. Yeah. Ik had naar hem moeten lassen. Ja, maar op een duur. Zal het anders worden, hopelijk. Akke. Oké. Komt er ineens een Lamborghini langs me? Wat? Mijn linker achterlicht werkt niet. De hele tijd. Allee. Ja, soms gaat hij wel aan. Nee. Oh, fucking kut, Lamborghini. Maar ik ga mijn video beëindigen. Mensen, godver... Ha! Ga weg, Jan, met Lamborghini. Ik wil mijn outro doen. Als die guy nu eens even... Thanks guy. Hoe je het ook... hoe de heck heet die guy? Ja. Maar mensen. In deze video hebben we de Ferrari Testarossa gekocht. Ik ga off camera geld verzamelen voor upgrades. En ja. Like, abonneer en bye bye.